Open Studio. Sen en... Want het lijkt me wel dat dat voor jullie niet zo heel moeilijk zal zijn. Ja, jullie zijn misschien eventjes voor iedereen die net even binnenvalt. Welkom in Open Studio, dat sowieso. We hebben het over de Coder Dojo's. We weten ondertussen al dat er 100 locaties zijn waar dat gegeven wordt. De bedoeling is om coderen, of toch een eerste blik op coderen, te geven aan kinderen, jongeren, van 7 tot 18 jaar. En dat ze vooral heel veel zelf op onderzoek gaan. Nu, die worden begeleid door coaches. Katrijne, jij bent een van die coaches, ondertussen al 9 jaar geleden geworden. Nu, ben ik wel eens benieuwd, heb jij dan eerst ook een paar sessies meegevolgd in de Coder Dojo's? Of ben jij onmiddellijk voor die coachpositie gegaan? Nee, ik studeerde zelf al in het hoger, dus ik was al eigenlijk te oud voor als kind mee te gaan doen. Maar ja. Ik ben erbij gekomen als coach. Eigenlijk gewoon een keer, ik dacht ik ga eens gaan kijken, maar ze hebben mij er direct ingeduwd. Zeg het hier. Een andere coach pakte jou van de bank en dat was zo ineens, upla, en jij mag beginnen. Voilà. En viel dat dan mee? Ja, dat viel heel goed mee eigenlijk. Want we werken heel veel met Scratch. Dat is een programma van MIT heeft dat gemaakt. Een universiteit in Amerika. Ja. En dat is een programma waarmee je heel makkelijk eigenlijk met blokjes kunt coderen. En op die manier spelletjes of filmpjes of interactieve kaartjes of zo kunt maken. Of tools, gelijk een rekenmachine of zo, kun je er allemaal mee maken. Paint kun je daarmee namaken. Dat is een heel leuke. Ja, dat is een heel leuke om te doen met kindjes, paint namaken. Dat lijkt me ook wel, want het eerste wat ik hoorde toen ik hoorde van het concept, kinderen die leren coderen, ik dacht, geweldig, absoluut, dat is een skill die we eigenlijk allemaal op school hadden moeten leren. Maar het lijkt me ook wel moeilijk, want mijn idee van coderen is iemand die achter een zwart scherm zit en daar zo wat groene tekens op zit te tokkelen, heel veel formules moet van buiten kennen en heel erg veel moet schrijven om een klein beetje stukje programma te maken. Maar als je dat zo vertelt, lijkt me dat, ja, dat is bijna een spelletje eigenlijk dat je aan het doen bent. Ja, absoluut. Tegenwoordig zijn er zoveel verschillende applicaties en zo om te leren coderen die heel, heel laagdrempelig zijn, waar je echt met blokjes eigenlijk kunt gaan werken. Want als je moet typen, maak je nogal vaak typfouten of zo. En voor kinderen is dat dan moeilijk om uit te gaan zoeken waar dat precies zit. Mm-hmm. Maar die blokjes, dat maakt dat zo veel simpeler. Hè. Ja, absoluut. Zeg, en ben jij dan zelf ook onderlegd in het coderen? Had jij daar sowieso al een achtergrond in? Ja, ik was wel aan het studeren voor computerwetenschappen op dat moment. Dus ik zat wel in die richting. Ja, en Joke, is dat nodig voor alle coaches, dat je wel een beetje een achtergrond hebt in het coderen? Nee, eigenlijk niet. We merken wel dat heel veel mensen dat denken dat ze dat moeten kunnen. Maar eigenlijk, je moet wel interesse hebben natuurlijk in het coderen, maar je moet het niet kunnen. Zoals Katrijne daarnet zei, Scratch is heel simpel. Als je kunt lezen, kun je het eigenlijk al wel. En als je kunt werken met kinderen, is dat ook al heel goed. Vaak als de kinderen... we hebben dan heel veel kaartjes van Scratch waar dat letterlijk stap voor stap staat uitgelegd wat dat ze moeten doen. Als de kinderen vastzitten, wil dat vaak zeggen dat ze een stap of twee hebben overgeslagen. En dan kun je samen als vrijwilliger op zoek gaan naar welke stap dat ze dan zijn vergeten. Ja, en kan je zo eigenlijk samen leren, coach en kind? Ja. Dat is wel een leuke manier inderdaad. Zometeen gaan we het ook eventjes hebben over wat als je toch als vrijwilliger, als coach, zoiets hebt van ja, maar... Ik kan nu met Scratch werken, maar er vroeg mij vorige week iemand om een app te maken en dat wist ik niet. Of iets te schrijven in Python. Dat is dan een taal om te leren coderen. Dat weet ik ook niet, wel daar wordt ook iets voor voorzien. Nu, Coder Dojo's, daar worden ninjas getraind. En dat zijn dan vooral jongeren tussen 7 en 18 jaar die leren coderen. Of toch met de eerste stapjes begeleid worden. Die begeleiding wordt dan gegeven door coaches. We hebben het daar net ook over gehad dat eigenlijk een coach op zich geen voorkennis nodig heeft. Moet niet kunnen coderen in alle vier de talen die er mogelijk zijn. Maar is vooral bedoeld om heel enthousiast te zijn en goed te kunnen werken met kinderen en hen te begeleiden. Maar wat als een coach, een vrijwilliger, nu toch zoiets heeft van verdorie, ik heb een vraag gekregen, ik wist daar het antwoord niet op en ik zou dat de volgende keer wel willen. Worden er dan ook opleidingen gegeven onder de vrijwilligers? Ja, vanuit het team, dus Coderoy Belgium team, organiseren wij ook wel opleidingen. Bootcamps noemen we ze. Mm-hmm. En dan is dat vaak een vrijwilliger dat dan bijvoorbeeld al Python kan. En dan vragen we, ziet jij het zitten om andere vrijwilligers daarmee in te begeleiden en daarin op te leiden. En dan denk dat er nu eentje morgen of volgende week start. En dan is dat 3 avonden op een rij. En dan kunnen die...
de basis van Python leren. Okay. Voor alle vrijwilligers dat dan geïnteresseerd zijn om dat te doen. Ja, en dat kan dan over alles. Vragen jullie dat dan als organisatie aan de vrijwilligers? Van, is er iemand die... We hebben bijvoorbeeld een vraag gekregen om Python te leren of een app te ontwikkelen. Gaan jullie dan zelf rond of is dat eerder een coach die aankomt bij jullie en zegt van... Hallo, ik zou graag mijn kennis delen. Ja, we weten op den duur wel zo'n beetje wat dat de grootste vragen zijn, omdat we de vrijwilligers ook wel horen. Maar we zoeken zelf ook wel een beetje. We hebben ook nog een evenement, DojoCon heet dat, en dat is eentje van voor en door vrijwilligers. Dus dat is eigenlijk dan een groter evenement voor alle vrijwilligers die dan op één plek samenkomen. En die kunnen dan kunnen ze elkaar ook van alles aanleren. En zo hebben we dan bijvoorbeeld gemerkt dat vorig jaar artificial intelligence heel populair was. Dus we dachten, misschien moeten we daar dan nu dit jaar ook even een aparte opleiding voor maken. En dan vragen we dat aan die vrijwilliger dat toen daar heeft gedaan. En dan zorgen we ervoor dat er een iets specifiekere opleiding voor is. Ja. Al is dat maar één avond, hè, maar dan leren de andere vrijwilligers wel iets bij. Ja. Ah, dat is wel mooi eigenlijk, dat dan ook wel kan als je die in die organisatie meestapt. Katrijne, jij als coach, heb jij al een vraag gesteld of een opleiding gegeven binnen Coder Dojo in de organisatie? In opleiding nog niet, maar ik heb wel al zo workshops gegeven op DojoCon. Dat was toen over Arduino, dat is meer mijn elektronica ook er nog bij. Oké, cool. Dus dat is nog wat extra. Ja, voilà, als je er nog wat extra bij wilt doen, naast het coderen ook nog. Nu, we hebben het al gehad over de coaches, we hebben het al gehad over de kinderen, uiteraard. Maar wie er nog is, een nog belangrijk een onderdeel in de Coder Dojo, dat zijn de cooks. Ja, en wat een cook juist doet, dat hoor je zo meteen. Open Studio. Coder Dojo, dat zijn dojo's. Ondertussen zijn er al 100 in heel België. Dat moeten we ook wel, want ik heb daarnet gezegd, dat was fout van mij hoor, in Vlaanderen. Het is in heel België. 100 verschillende locaties waar dat kinderen tussen de 7 en de 18 jaar terecht kunnen als zij één sessie of meerdere sessies, elke maand wordt er één georganiseerd, die eerste stapjes willen zetten in coderen. Dat kan dan heel veel richtingen uitgaan. Er zijn coaches die hen dan begeleiden, maar er zijn ook cooks. Ja, ik vind dat jullie geweldige namen hebben, want de leerlingen, of de kinderen die langskomen, de jongeren, die worden dan ninjas genoemd. Zijn er nog andere woorden voor coaches ook, toevallig? Nee, daar gaan we eens iets mee voor doen, Ja, zet het op als variapuntje op de volgende grote vergadering. Ja, we hebben wel zo nog lead coaches en lead cooks, maar dat zijn dan vrijwilligers die een beetje extra op zich nemen. Ja. Maar specialer wordt het niet. Nee. Maar zo een coach is ook al goed natuurlijk. Ja. Hè? Maar zo een zinspelende naam voor een coach lijkt me ook wel tof. Nu, laten we eens even focussen op die cooks. Want die zijn er ook. Het zijn ook vrijwilligers. Maar wat doen die nu precies? Dat zijn vooral vrijwilligers. En ik denk niet dat elke dojo dat heeft. Nee. Maar dat zijn vooral vrijwilligers die zorgen voor de inschrijvingen, de administratie, de e-mails. Want er worden ook veel mails van ouders gestuurd. Mm-hmm. Dat de locatie in orde is. En sommigen bakken zelfs effectief letterlijk koekjes voor de kinderen, voor de ninjas op hun dojo. Ja, dat is niet verplicht als koek, maar dat wordt wel aangemoedigd, kan ik mij voorstellen. Ja, tuurlijk. Jij bent een coach, Katrijne, in Berchem, in de Coder Dojo van Berchem. Ja. Is daar een koek? Er is geen koek. Nee. Kookt daar iemand? Nee, wij hebben ook niet. Pizza. Oh, daar wordt pizza de originele Coder Dojo's waren altijd met pizza, maar na een tijd merkten we toch dat een beetje te duur begon te worden. Ja, snap ik wel, want wat voor soort groep of hoe groot is de groep die in een Coder Dojo aanwezig is tijdens zo'n sessie? Dat hangt heel hard af van locatie tot locatie. Je hebt locaties waarbij dat ze maximum 10 kindjes hebben. Je hebt locaties waarbij dat ze 40, 50 kinderen hebben. Ja. Of kunnen plaatsen, alleszins. Ja. Ja, en sommigen hebben wachtlijsten, sommigen niet. Dat is echt afhankelijk. Ja, Katrijne, als we het hebben over coaches, dan zijn we bij jou. Je bent een coach in Berchem, in de Coder Dojo daar. Kan je misschien eens uitleggen, er komt iemand, een jongere, naar jou met de vraag. Hoe behandel jij dat dan? Hoe ga je daarmee om? Als die een vraag hebben om een bepaald project of zo te maken. Bijvoorbeeld. Dan gaan we daar samen mee aan het werk. Gaan we eerst zien, is dat in Scratch dat ze dat willen doen of willen ze bijvoorbeeld een andere taal, bijvoorbeeld Python of zo, beginnen leren kennen. Dan gaan we daar eerst gaan inkijken. En dan gaan we eigenlijk samen echt op zoek naar wat dat de beste oplossing is en hoe dat we het in elkaar kunnen steken.
Dat is ook een van de dingen dan dat ze wel bijleren, is probleemoplossend denken. Is ja. Zien, ik wil één iets groots maken. Hoe deel ik dat op in kleine stukjes? En ga ik stukje per stukje gaan uitproberen en testen en zien of dat werkt. Dus dat is eigenlijk al een van de skills dat ze er gratis extra bovenop ja, krijgen. Ja, en de hele... Ja, ik wil laten zeggen opleiding, maar dat is het niet. De hele activiteit is dan ook nog eens gratis, dus dat is dubbel gewonnen. Nu, dat is niet het enige uiteraard. Ja, er wordt ook heel vaak geholpen onder elkaar, Joke. Ja, vaak kunnen de kinderen dan zo'n keer... Dan zien ze wat dat de kinderen naast hun doen op het scherm en dan zeggen ze, ah, ik wil dat ook. En dan kunnen wij gewoon ook zeggen, ja, vraag het dan aan degene naast u en dan helpen die elkaar. Dan moet hij het maar een beetje uitleggen hoe dat hij op dat moment geraakt is. En wat hij lijkt me heel goed, wordt dan ook op de, in dezelfde taal uitgelegd. Dat is altijd heel belangrijk, denk ik, dat kinderen dat tegen elkaar kunnen vertellen. Die hebben andere manieren om dingen te omschrijven, te snappen ook. Leven een beetje in een andere wereld natuurlijk ook nog. Hè. En dat lijkt me wel handig om dat dan zo op die manier aan een leeftijdsgenootje te kunnen uitleggen. Blijft ook beter hangen als dat zo dichtbij komt natuurlijk. En stel je voor, ik kom terug mijn neefje, mijn nichtje. Ik heb nog geen kinderen, dus dat zal dan zo moeten ophalen. Dan is er ook een momentje voorzien om te tonen, zeg maar, wat ze die 2 uur gedaan hebben. Lijkt me ook wel tof, maar niet altijd even gemakkelijk. Want ja, dan sta je wel plotseling voor een groep. Staan al die ouders daarbij? Is dat dan iets wat jullie ook mee aanleren, dat onderdeel is van... Oh ja, dat is ook niet... Het is zeker niet verplicht, hè. Dus we doen inderdaad zo'n show en tell. Ook weer niet elke locatie doet dat, maar dat is altijd wel tof. Dat de ouders dan ook een half uurtje vroeger toekomen en dan kunnen de ouders ook zien wat ze effectief hebben gedaan. Dat moet zeker ook niet veel zijn, want op 2 uur kun je waarschijnlijk niet heel je... Allez, kun je geen hele app maken natuurlijk. Nee, dat zou gek zijn. En dan is het gewoon rustig vertellen wat je hebt gedaan die dag. En dan vaak wordt dat dan met een beamer getoond ook. En dan kunnen ze dat zien. En ja, ik denk, er zijn wel veel kinderen... Sommige gidsen van die kinderen dat niet durven, omdat ze verlegen zijn. En als ze dat dan een paar keer hebben gezien, als ze dat dan toch eens een keer durven... Ik denk dat Katrijne daar misschien meer ervaring in heeft, aangezien ze daar zelf staat. Ja, Katrijne, hoe is dat dan bij jou? Is in Berchem, want elke Code Dojo mag zelf beslissen hoe dat ze dat aanpakken. Is dat bij jullie een ding? Wordt er een show and tell, een toonmoment voorzien? Wij doen niet altijd een show and tell, omdat wij nogal vaak pizza hebben na onze dojo. Er zijn prioriteiten. Dan is dat nogal moeilijk om te combineren. Oké. Okay. Wordt hier overtuigd. Want ik moet blijkbaar coach worden bij een Code Dojo. Dat is voor zo meteen het nummer dat je daar net al even kort hoorde. We zijn hier inderdaad met de Coder Dojo. Het laatste nummer, dat is ook volledig... Open Studio. Energy is all yours. Volledig voor jullie dames, Katrijne en Joke. Misschien inderdaad wel... Ik zou coach kunnen worden. Ik ken niks van coderen, maar dat hoeft eigenlijk ook helemaal niet. Als jij op dit moment aan het luisteren bent en je hebt zoiets van... mij lijkt dat ook wel leuk om zo jongeren tussen de 7 en de 18 jaar mee te begeleiden, mee hun geweldige, gekke ideeën soms te horen en dat dan ook effectief een beetje te bouwen. Want zo, dat is het eigenlijk ook een beetje, hè, coderen. Dan ga je gewoon even naar coderdojobelgium.be. Kan je daar ook gemakkelijk even opgeven. Soms is het maar een mailtje verwijderd van dan voor een keer in Roeselare te staan en plotseling ook coach te worden. Dat is het verhaal van Katrijne, onder andere. Is er nog iets, dames, dat jullie heel graag willen zeggen voor we aan naar Cool and the Gang gaan luisteren? Misschien vooral dat we zonder onze vrijwilligers zouden we echt niet bestaan, eigenlijk. Dus een 1000 maal bedankt daarvoor, vanuit de organisatie dan toch. Ja. Zonder hen zouden de kinderen er niet kunnen zijn. Allee, ja, volgen. We kunnen dat niet vaak genoeg zeggen, inderdaad. Coder Dojo is een volledig vrijwilligersorganisatie. Dat wil zeggen dat iedereen die ervoor werkt, die is ook effectief daar vrijwillig mee bezig. Alle coaches, alle cooks die de ninjas dan opleiden. We kunnen ze inderdaad alleen maar vertellen hoe geweldig dat ze dat doen.